Eerst Bart en Ariane die op de next. Gaat hij niet in het midden van de pikkel. Ook niet op het zwaartepunt, maar een beetje tussenin zo. Ja? Stop ik die erin met de doren naar beneden. Hey Jasper, vertel eens even, hoe gaat het? Olie? Hoe gaat het? Goed hè? Ja, lekker? Hoeveel graden hier? Ik denk hier 40. Als Martijn nu voor had. Rustig aan. Dat ik een bochtje over het fijnst vind. Als jij denkt dat je meteen een gesprongen bocht kan maken en hier kan stoppen. Ja, en stel dat hij toch, kijk, hij liet al één hand, liet hij op ongeluk los. Zodat hij met twee handen doet, valt hij naar beneden. En dan zou Daan, als hij het touw daaronder vasthoudt, komt goed. Zeker man. Oké, klik je maar uit. En om het touw weg te trekken kun je één van beide uiteinden waar een knoopje in zit in een karabinertje doen en dan ski je weg. Door de man links, plus ik ertussen, karabinetje. Langzaam, uit jouw wit. En dat is het slappe touw. Ik heb een lijntje voor jou dat jij er niet ook in laat. Dat is wat het touwtje doet. Je mag hem ook gewoon openmaken, want dit staat onder spanning. Knappe jongen, als jij dit er zo uittrekt. Volgt even voor jou 1 meter zo. Oké, okay. Yo, gaat het eerst, hij doet het. Super. Stop. Hij doet het. Want je moet het zorgvuldig doen, je moet zorgen dat dit strak blijft. Nou, gecompliceerd. Nou, wat ga je tegen hem zeggen? Moet je goed. Als het goed is, houden dan de twee mannen achter hem het touw en dan eruit. Ik zit even te kijken wat handig is voor mij, Martijn, want ik ski hier wel echt goed tegen een berg op. Ja, dan moet je er even nieuw omheen. Nu al naar Martijn komen. Punten erin landen, een beetje opzij, hè? Ja. En dan zit hier in zo'n tekenfilm van Donald Duck. Dat zelf slot over 5 meter is dat de schijf bij het tekenfilm.
Ja, hij zit er goed in. Hij roept ja. Veel meer naar die rand, maar misschien moet je in je buik dat hier ook een spleet zit. Ja, hij is... kan erin vallen, hè, chef. Zeker weten dat het leven een beetje meer... Ja, je hebt wel een enorme sneeuwbrug dan. Nee. Ik vind het, dit is wel een hele goede actie, Daan. Dit is een goede actie. Vragen of Kasper wil helpen. Sorry. Nu dadelijk, dat gaat goed komen. Zie je hem of niet? Geef maar nog eens even een nee. Nou ja. Ja. Aan welke zit jij nou te... Ja, hij wordt gewoon getrokken. Je wordt nauwelijks, je wordt wel iets getrokken, je moet oppassen dat je... Rustig. Wacht. Rustig. Ik denk wel dat ik hem net strak trek voordat ik het raak eigenlijk. Ja, waarom? Skie maar lekker mee. Skie maar mee. De sneeuwploeg mee. Punten naar voren. Sneeuwploeg. Dit dus. Goed zo. Hij is echt te... Ja, ja, jongens, trekken. 3, 2, 1. Nou, we gaan door. 3, 2, 1. Het ziet er wel heel stoer uit, Daan, dit. Ja, hartstikke goed gedaan. Zelf breken erboven en dan maken we ons gereed om aan het touw nog een... Hij heeft die pikkel niet goed vast. Als dat ding gaat donderen, dan wil ik het niet dat je in je nek hebt. Eentje communiceren. Oh, ja, je hebt gelijk. Niet naar mij, hè? Niet naar mij. Ik sta los hier. Dat was spannend. Ja, met name om daar naartoe te gaan volgen. Wie is er wat?